Nou, we zijn weer terug in de keuken voor de eindresultaten. Net liep ik er een beetje bij als Sinterklaas. En nu heb ik het gevoel 1, 2, 3, 4 hoedje van papier. Maar goed, ik heb een koksmuts op, dus ik mag hier zijn. Op afstand weliswaar, op afstand. En kijk eens, het eten. Oh, loopt het volgens schema, Tamaro? Loopt volgens schema, dat ja? Loopt helemaal goed. Oké, helemaal goed. En hoe leuk is het, hè, voor het vertier in deze coronatijd, dat we toch eens even gaan bekijken voor een prijsvraagje. Voordat we bij jullie gaan beginnen, doen we even proefdraaien bij mijn getalenteerde collega Tamaro. Tamaro, ik zal je laten zien wat de prijs zal zijn. Ja. Rappapapa, tegenwoordig. Oeh, ik moet even uit mijn jaszak halen. Het is alsof ik een blok goud in mijn handen heb. Hé jongens, kijk. Wow. Dit kan jij winnen. De vraag is, ben je er klaar voor? Ik ben er wel klaar voor. Hoeveel afstand moeten wij minimaal houden? Minimaal 1,5 meter. Oeh, even naar de notaris, Bianca. Duim maar op, dat is goed. Woe! Tamaro, ik zet hem hier voor je neer. Ik zeg woe! Gefeliciteerd! Hoe leuk is dat? Dat jullie natuurlijk ook zo'n goudmijn kunnen winnen. Dus ik ga vervolgens weer even naar de notaris om te kijken. Heb jij een mooie prijsvraag? Nou, die heb ik zeker weten. Want we moeten dus 1,5 meter afstand houden van elkaar. Ja, dus... inderdaad. Ja. Goede afstand, Yvonne. We mogen zo min mogelijk in contact met anderen komen. Maar er is nog een derde regel die ook heel belangrijk is. Weet jij welke regel dit is? Heeft iets te maken met wat ik net doe? Niks voorzeggen. Laat iedereen maar lekker even bedenken wat dat is. Wat dat zou zijn. En dan is wie weet ook die rol. Voor jou. Ja, en die zijn schaars, hè? Nou, ja, absoluut. En als wij, we allemaal niet gaan hamsteren, dan moet er nog wel wat te krijgen zijn. Ja, dan kan ik vond vast nog wel een paar goede prijsvragen. Ja, hè? Ja, dan zal dat goed komen. Dus, app je antwoord gewoon even lekker naar mij door. Volgende week, ik beslis natuurlijk niet alleen, hè, met de notaris Bianca, gaan wij samen zitten om te kijken wie heeft de prijs gewonnen. En volgende week hoor jij wie dat is. Yes! Hey, tot volgende week allemaal! Doei!